David en welkom bij een nieuwe vlog. Zoals jullie gisteren hebben kunnen zien had ik gewoon te veel beeld. Dus had ik mijn vlog wel af moeten sluiten en heb ik daar een dagvlog van gemaakt. Die hebben jullie als het goed is gezien en anders hebben jullie dus nog een vlog te kijken. Maar nu heb ik dus geen opening voor deze vlog. Dus welkom en veel plezier. Dicht blijven, dan word ik boos. Wat moet hij dicht blijven dan? Dan moet je brein dicht. Mandarijn? Ja. Oké. Okay. Ik heb hier een pizza in me. Oh ja. Had ik ingegooid in me. Anna. Ah, oké. Okay. Nou, gaan we even broodjes smeren. Yay! Basisschool! Nou, gaan we. Je eerste officiële dag. Ga maar. Morgen ben ik er niet. Ja, morgen weer. Ja. Ja, leuk hè. Morgen ben ik er niet. Morgen ben ik er niet, mama. Waar ben je morgen niet? Morgen kom ik niet meer thuis. Morgen is het de echte dag. Waarom kom jij morgen niet meer thuis? Mijn vlog eraf. Wat? De roze. Welke roze? De er binnen. Oh ja, dat denk ik wel, ja. Nee, eraf. Is goed. Ik ga Lia afzetten voor de allereerste echte dag school. Vandaag zijn voorbij, het echte werk is begonnen. En was net jaren, de eenhoornjaren. Ja, je had een eenhoornverjaardag, hè? Maar nou is hij weg. Nou is hij weg, ja. Ook alle lampjes zijn al weg, hè? Kijk, wij zijn nog aan het slapen. Sommige mensen zijn nog aan het slapen. Ik ga haar even snel afzetten. En dan even snel wat eten en dan naar mijn intake bij GGZ. Morgen ben ik geen zin in. Waarom ben je er morgen niet? Nee. Waar ben je morgen dan? Morgen kom ik niet meer thuis. Waarom kom je morgen niet meer thuis? Nee. Nee, maar waarom niet? Ga ik in de basisschool blijven. Nou, je komt gewoon elke dag weer naar huis hoor. Mama komt je gewoon elke dag ophalen. Ja. Ja, gekke meid. Ik kan mijn eigen vlog gaan terugkijken. Maar... Er is s'nachts wat gebeurd met de poesje. Deze vrijdoos. We weten niet wat, maar we weten dat het hier heeft plaatsgevonden aan de vlekken op mijn muur. Het zat zelfs hier op de ramen, want hier werd het gewoon gemaakt. Afdwingen de liefde. Ga ik even kipzwarmen maken vanavond. Dus heb je aandacht nodig. Ik kan kipzwarmen laten zien. Het is niet heel boeiend of zo. Nee, mijn batterij was leeg. Dus sorry. Ik weet niet meer waar ik gebleven was. Dus excuus daarvoor. Hij is nu weer opgeladen. Ga ik naar kattenvoer. Oké, ik ben aangekomen. In gewicht en ook op bestemming. Ik heb hier mijn intake. Het is alleen voor mij een beetje een moeilijke locatie. Omdat ik weet dat mijn zus hier vroeger ook heeft gezeten. En dat was niet de beste ervaring toen der tijd. En ook geen fijne herinnering voor mij. Terwijl ik maar één keer mee ben geweest. En mijn vader was hier opgenomen. Toen het echt niet goed met hem ging. Die heeft in de crisisdienst denk ik gebeld en toen is hij per direct opgenomen. Dus ja, het is niet echt voor mij een toplocatie. Maar goed, het is even niet anders. Misschien juist wel goed of zo. We gaan het gewoon ervaren. En anders dan moet ik gewoon even ook een ruggengraat hebben en zeggen dat deze locatie dan niet is voor mij. Maar goed, dat is al heel lang geleden. Dus we gaan het gewoon ervaren. Wish me luck. Kijk eens wie er weer is. Hey! Hoe is het op school? Waar is papa? Ja, papa komt zo. Dan gaan we gewoon eventjes op pad. Wat gaan we doen? Tosti eten. Tosti eten. Yes. Dit speelt hij niet. Heb je het leuk gehad? Ja. Heb je het goed gedaan? Ik was mal. Ik mis je. Allebei een beetje missen. Ik heb jou ook gemist. In bakken. En frietjes erbij. Ja, dat is wel lekker voor bij de mayonaise. Nou, lekker. Nog niet eten. Nee, ik blijf er nog echt vanaf. Ik moet me inhouden, maar ik probeer er vanaf te blijven. Ik neem een lekker taartje.
Denk op hem. We zijn dus even gaan lunchen omdat het de eerste keer. Omdat het de eerste echte basisschooldag was van Lia. We hebben even uitgelegd dat we dit niet elke keer gaan doen, want anders dan wordt het een godsvermogen. Maar hij is wel trots op, dus hij heeft het zo goed gedaan. Dus hij heeft echt naar de zin. Dus ja, vanaf nu elke dag. Dus we gaan straks even kijken voor een extra lunchstrommeltje. Ze speelt altijd die Elsa mee, dus hopelijk kan ik nog een Elsa vinden, want anders dan wordt het een beetje lastig. Ik kan met alles gewoon. Ze is nu met haar vader mee naar het toilet, want dat kan hij niet doen. Heb je goed geholpen? Ja! Ga maar praten. Ga maar vast. Ik wil jou vast. Ja, ga maar vast. Maar niet mama nu filmen, mama zit op het toilet. Dat voor de baby's. Dat is mama. Ja, mama. Dat is... Waar is Lia? Waar is Lia? Dan moet je hem omdraaien, zo. En zo vasthouden. Filmera. Hoi, mama. Iets verder. Als je hem iets verder houdt, hou maar vast. Hoi, jongen. Ik ben klaar met filmen. Wij zijn helemaal goed geslaagd, dus dit is hem geworden. Het is gewoon zo'n mooie, deze zit vast. Deze heeft losse bakjes, dus dat is ook makkelijk. En een vorkje erbij, van het Mepo-merk, dus was maar 10 euro. Dus dat vond ik op zich meevallend. Volgens mij was deze duurder, maar die heeft wel echt losse vakjes natuurlijk. En we hadden deze beker erbij genomen. Deze heeft zo'n systeem hier. Nou heb ik nog mijn brillen opgehaald. Dit is bril nummer 1. Ik zie het zelf niet, want dat is bril nummer 2. Ik heb zelf een beetje moeite om te zien hoe het staat, want ik heb mijn lens in. Ja, dit is echt helemaal out of my comfort zone, maar ik dacht, laat ik eens een keer gek doen. Het was toch 1 plus de rest gratis. En dan heb ik een zonnebril op sterkte genomen, omdat ik vaker op vakantie heb gehad dat bijvoorbeeld mijn lens scheurde. En dan heb ik wel reservelensen mee, maar ik heb ook wel eens gehad dat ik die dan kapot uit de verpakking haalde en dan heb je dus niks. En dan zit je dus een bril te dragen met een zonnebril eroverheen. Dus zonnebril op sterkte. Ik vind hem niet zo, ik zou hem niet als zonnebril, maar dit was het beste model. Want anders dan ging ik meteen naar dure brillen. Goed, dat is dat. Ja, dat is moeilijk zien, hè? Komt doordat jij goede ogen hebt. Ik heb rauwe stampot andijvie gemaakt met spekjes. En een lekkere worst. Normaal ben je meer van mijn. Normaal is Sanne meer van mijn worst. Ja, maar die voor jou is niet extra mager. Die is... Dat... Rijkelijk. Oh, kijk ook, je bent wel gierig nu naar de kinderen toe met de worst. Nee. Maar dit is nog gevallen. Oh, jeetje wijfie toch. Ik net door de stromende regen om mijn slaapmedicatie nog even snel op te halen. Dat ik had gisteren al zonder moeten doen. Nou, kom ik aan, zeg ze, ja, je recept ligt er wel, maar we hebben de medicatie niet. Komt morgenochtend binnen. Love it. Ga ook morgen even bellen om te vragen of die voor iets grotere dosering. Ja, je krijgt zo'n worst. Oké. Grotere dosering, dan kan ik iets meer, want nu krijg ik elke maar voor een week. Nou heeft wat make-up opgesmeerd. Ik heb ook mee. Ik heb het ook op mijn ogen. Ik heb het ook. Ik ben helemaal mooi. Jij bent helemaal mooi, hè? Oh, sorry. Oh, de lampie. Klein beetje. Noah zit het op de... Oeh! Nou, klaar voor de start. Af! Klaar voor de start. Af! Papa doet vals spelen. Klaar voor de start. Af! Nee, kom.
helpen. Ja, dan gaan we hem helpen. Nou. Klaar ervoor? Ja. Eten, drinken, alles zit erin. Speciaal. Hey, baby. Zo, Lia weer afgezet. Ik heb even voor mezelf echte cappuccino gehaald, want ik had steeds zin in koffie. Dus dat ga ik even. Heb ik net gedronken. Ik, Mama. Ja. Wat doen we? Kiekeboe. Ik merk dat ik na de vlogmas een beetje in een soort dal raak qua motivatie voor mijn vlogs. Omdat ik sta steeds stil qua volgers. Dus ik ben steeds heel erg aan het denken hoe ik een beetje volgers erbij kan krijgen. Dan heb ik wel een paar video ideeën, maar ik heb weinig tijd om het ook te doen. Maar... Ja, ik heb namelijk nog, volgens mij heb ik dat in de vorige vlog, of dat is in deze vlog. Ik weet niet of ik het voor de camera had gezegd, maar heb ik al een challenge opgenomen. En dat was dus echt al ruim 2 maanden geleden. Mama. Noah. Piep, piep, piep. Ga je die kant op? Wat ga je dat doen dan? Piep, piep. Kus. En ik denk dat ik iets van mijn make-up stash clean-up wil opnemen. En nog een Q&A met Tim. En die wil ik eigenlijk even van tevoren opnemen, zodat ik mijn camera kan gaan opsturen. Zodat gewoon even dat lipje gemaakt kan worden. Zodat ik niet steeds, zeg maar, net als die Mama. Lampen en zo. Mama. Dat die vlekken geven, hè? Moet die af? Ja. Ik ga hier eventjes kijken wat lukt om te doen qua schoonmaken met haar erbij. Want zwaan kleef aan. Ja! Ja! Dus daar ga ik even kijken. Ik wil eigenlijk even stofzuiger doorheen halen. In de keuken is weer een zooi. Ik weet niet wat het is bij ons dat de keuken altijd zo'n zooi is. Wat de ui? Is ui. Welke ui? Ja. Mwah. Nou. Ik ga even proberen wat te doen. Hoe trots kan een mens zijn om een stofzuiger er doorheen gehaald te hebben? Het weinig ga ik nu niet doen als zij er nog is. Maar zij gaan meestal rond 11 uur naar bed. Dan trek ik even de tel erdoor. En dan ga ik even die challenge waar ik het steeds over heb afediten. Zodat ik die ga gaan inplannen. Ik ga even ontvetter in mijn... Oventjes buiten. We hebben een standje smart clean. Open door. Yes. Clean door. Ik heb verteld hier helemaal van clean door. Ja. V. Remove all. Heb ik al gedaan. Add water. Ik denk dat ze gewoon een kopje water of dat ze water bedoelen. Dus we doen het gewoon allebei een beetje. Ja. Close door. Oké, press play. Nou, dan gaat hij stomen en doen. En dan kan ik straks een doekje erdoor halen. En dan is hij schoon. Love it. Dan ga ik helemaal geïnspireerd door Rebecca boeken weggooien. Want ik heb dus ontzettend veel boeken. Ik hoef geen jas aan, we gaan niet weg. We blijven thuis. Kom maar. Zodat deze dus wat meer... Want ik hield eerst van horrors. Daar kan ik nu toch niet meer tegen. Dus ik ga dit even uitzoeken en dan ga ik er een paar op Vinted zetten en de rest kan naar het goed. Of een paar boeken na waar gewoon echt hele mooie dingen in staan. Die wil ik bewaren. Dus dat gaan we eventjes doen. Oké, ik zit hier eigenlijk een beetje te laag. Maar goed. Ja. Oké, ik begin met dit horrorboek. Die kan gewoon weg. Ga ik niet meer lezen. Vind ik nu veel te spannend. Ja, ja. Ik kan hem mooi als onderzetten. Ja. Ga je ook vertellen? Ja. Ik weet niet, ik vind het toch een interessant boek. Nou, ik weet niet of ik het nog durf te lezen allemaal. Maar deze ga ik toch bewaren. Dat is Harry Potter in het Engels.
Geen idee. Kan weg. De secret ga ik sowieso houden. Dit zijn woordzoekers. Ga ik ook bewaren. Nog meer van de secret ook bewaren. Dit is zo'n boekje. Ja, dat kochten we toen in Turkije. Ja, was gewoon een impulsaankoop. Was niet nodig. Dit is ook weer een slachtpartij. Hoef ik dus niet meer te lezen. We hebben nog de mooiste wandelingen van Parijs. Ja, kan ook gewoon weg. Want we zoeken tegenwoordig alles op internet. Dus dat gaan we toch niet gebruiken. Dit is gewoon weer een puzzelboekje. Ga ik ook bewaren. Ergens mag ik je wel. Die wil ik nog lezen. Angst de baas. Vond ik een interessant boek. Er zitten nog opdrachten in die ik echt nog wel een keer wil doen. Dus die ga ik ook nog bewaren. En dit is Welkom in Haarlemmermeer. Dat was voor Lia toen ze net geboren was. Toen kreeg ik zo'n boekje van Haarlemmermeer. Dus die ga ik ook bewaren. Dan hebben we nog een taalgids Indonesisch. Toen we naar Indonesië gingen. Die vind ik nog te moeilijk. Kruiswoordpuzzels, ook puzzelboekje. Ga ik ook gewoon bewaren. En deze gaan we sowieso bewaren, want dat is ons foldertje van ons oude huis. Dat was dus ons huis in Hoogte. Zo zag mijn huis er natuurlijk nooit uit, hè? Dat begrijpen jullie wel. Dus die bewaren we ook. Dan gaan we naar de... Dit is gewoon zo'n postcode loterij, dat is handig. Daar zitten altijd van die kortingsdingen in. Daar heb ik specifiek om gevraagd. Weer zo'n crimineel eng spannend boek. Ga ik niet meer lezen. Ik ga het wel eventjes aan mijn zus laten zien, want die houdt daar nog wel van. Maar ik lees dat soort boeken gewoon niet meer. Okay. Morgen ben ik thuis. Ook een literaire thriller. Ja, nee. Ook niet. Kijk, er komt steeds meer fatsoenlijk in beeld te zitten. Dat scheelt weer. Even kijken. Geen twijfels. Geen tweede kans. Ik ook niet meer te lezen. Van Linda, het opvoedboek. Daar hoef ik ook niks mee. Lieve mama. Waar is dat? Ja, dit is een moeder die alles... Ik ga het niet meer lezen. Ik zou dus precies moeten weten hoe je moet opvoeden, want ik heb dit boek. Jeetje, wat een boek. Moet je zien hoe dik dat boek is. Kijk hoeveel pagina's. 907 pagina's over van alles. Uit welk jaar is dit boek? Ik had ooit van mijn ouders ook een boek gekregen van de zwangerschap. En daar stond gewoon in dat je nog 3 peuken mocht lopen. Waarom eten kinderen klei? Waarom eet je dat? Is toch niet lekker? Kan het kwaad? Dit is een volledig herziende druk van 2005. Nou, dan de helft, dat mag je toch wel allemaal niet meer. Ga ik weg dan. Ik ga het toch niet lezen. Hier nog papa schrijft. Dat moet Tim nog invullen. Zeker te weten. Kracht van het nu. Kracht van het zijn. Belangrijke boeken vind ik om in huis te hebben. Heel verstaan. Waterpret, leuke spelletjes, extra veiligheid, kinderen van 0 tot 6 jaar. Ja, weet je, dit zijn allemaal hele leuke boeken wat ik van mijn ouders heb gekregen. Maar dit zijn allemaal zulke oude boeken. En tegenwoordig staat alles online. Ik ga hem gewoon wegdoen, ik heb er nog nooit naar omgekeken. Vaccinatie en een dierenpaspoort. Laten we die maar eventjes bewaren. Cyprus kan in principe weg, maar ik heb mijn buitenlandstage daar gedaan. Ik wil dat bewaren. Tim is zo op Berlijn geweest. Bali vind ik ook een herinnering. Liefde, angst en depressie. Oh, dat vind ik heel mooi. Mijn vader heeft deze gelezen en die heeft belangrijke dingen wat voor hem toen belangrijk was onderstreept. Ik moet hem nog lezen, dus die bewaar ik nog wel. Woordzoeker bewaar ik nog. Uw brein als medicijn, goed boek, bewaar ik ook. Wil ik nog een keer lezen. En de terugkeer naar liefde moet ik ook nog lezen. Dus dat was het eventjes voor nu. Oh, deze heeft Tim een keer gekregen van onze leidinggevende. De 4 inzichten. De 4 inzichten zijn: wees onberispelijk in je woorden. Vat niets persoonlijk op. Ga niet uit van veronderstellingen.
en doe altijd je best. Het is gewoon een heel waar boek. Ga ik hem bewaren? Ga ik hem nog een keer lezen? Nee, die ga ik niet nog een keer lezen. Dus, dit gaat weg. Wauw. Wauw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 boeken. Nou, ik ga meer even aan mijn zus vragen en de rest gaat op Vinted. En deze even weer inladen. Okay, zo ziet het een stuk netter uit. Daar ga ik nog eventjes wat dingetjes weghalen. Alleen die puzzelboeken kan ik niet echt lekker kwijt. Want als ik deze daar neer ga zetten, dan komen de kinderen erbij. En die zijn nooit zo voorzichtig met boeken. Maar nu vind ik dit er niet zo. Dus ik denk dat ik daar even een mandje voor ga zoeken. Waar ik die in kan doen, zodat dat er wat netter uitziet. Goed idee, goed idee. Alleen moet ik even kijken waar ik een mandje vandaan ga halen. Die heb ik nu zo 1, 2, 3 denk ik niet leeg. Tenminste, ik weet dat ik boven wel mandjes heb, maar die zijn te klein. Maar ik ga er even zo naar kijken. Ik hou hiervan. Schone vloer. Ik ga nu even daar zitten voor de edit. Een kopje koffie en dan straks alweer Lia ophalen. En ze heeft proefles voor street dance. Dus ik moet even kijken of ik hem meteen op moet halen en dat we meteen door moeten. Of dat ze eerst naar huis toe kan komen. Dus dat ga ik zo even uitzoeken. Beginnetje van die edit maken. En als ik dat klaar heb, dan doe ik nog even de keuken een beetje. Want dat is chaos. Noah is wakker en het is ook half. Dus een klein beetje haast om op tijd te zijn voor Lia. Even snel doorrennen naar zolder om daar de was om te gooien. En hier is heel veel tocht. Het is wel lekker om je kamer door de tocht te houden. Ik pleur echt daadwerkelijk alles in de droger. Zoals die erop staan mag niet. Maar als er geen wol in zit, maakt toch geen reet uit. Tot nu toe altijd goed gegaan. Even de donkere was erin gooien. Die pakte ik naar beneden. En dan snel die. Oh, ik heb trouwens proefles straks. Voor street dance. Ze zegt zelf steeds dat ze op ballet wil. Maar ik denk niet dat Lia echt op ballet wil. Tenminste. Het karakter van mijn kind weet ik niet of dat bij... ja, hoe noem je dat? Wat een ballerina hoort te zijn. Geduldig en zo. Ik weet niet waarom. Ik heb gewoon het idee dat dat niet iets voor haar is. Terwijl als ze echt dans wil gaan doen, dan zou ballet wel een hele goede basis zijn natuurlijk. Maar ja, ik denk ook weer niet dat ze het beste... Nou ja, jawel. Mijn dochter wordt de beste danser van het land. Ja, als ik een beetje naar mij en Tim kijk. We hebben echt allebei het ritmegevoel van een bevroren aardappel. Dus daar heeft ze in ieder geval niet de genen in. Maar ja, misschien heeft zij zelf wel dat talent. Maar goed, dan komt dat met street dance ook wel naar voren. Waarom kan ik nou precies van de sok die ik nu aantrek, kan ik de andere weer niet vinden? Ik vind het zo vervelend, sokken. Ik had dus een vriendinnetje en haar moeder, die deed dus elke keer in de was, had ze iets van clipjes liggen. En dan gingen ze altijd netjes aan het clipje. Nog niemand tijd voor. Maar nu ben je 5 jaar bezig met sokken bij elkaar zoeken. Kijk, deze kunnen samen. Dan maar deze. Huppakee. Ik kreeg wel weer wat fotootjes. Ik ben dus helemaal blij, want iedereen zei dus ja, ze gaat straks naar school, want dan krijg je ook geen foto's meer. Hartelijk wel. Oké, okay, even de donkere was nog doen. Noah uit bed en dan Lia snel aan. Eigenlijk meteen goed aan de dans, dus dat is positief. Ik krijg het alleen niet vastgelegd door die ruitjes in het raam. Bij even koffie drinken, chipje.
Is olifant. Dikste billen van het land. Dikste. Hele wereld, mama. Hey. Oh, toch wel. Daar komt ze, Lia, daar komt ze. In ons huisje, 1, 2. Ja! Nog een keer. Oh, niet meer kamer, dus de buiten. Ik ga niet meer met je huis. Wat dan? We gaan gewoon rennen. Oh, gewoon rennen. Ik ben pasta aan het maken. Tenminste, zelf is het goedkoper. En mijn moeder is hier even voor de afleiding. Gaat goed zo te zien. En mijn lieftallige moeder heeft mijn la opgeruimd. Dus die is weer helemaal schoon. Noah heeft wat nieuws. Ben je aan het slapen? Slaap lekker. Ik had ze gewoon random ergens liggen. En dan slaapt ze. Hey, goedemorgen. Slaap lekker. Nou is de pasta d'orse. En mijn kaars was weer op. Dus ik ga nu weer beginnen aan deze. Van die... ja, hoe heet dat? Ik heb geen idee hoe dat heet. Maar deze geur, fluffy towels, is zo lekker. Ben jij nou heel de tijd aan het vals spelen? Wachten. Dat je zusje er is. Wachten jij. Klaar. Nee, valsspeler. Klaar voor de start. Af. Ja. Nou. Gewonnen. Ik ook winnen. Oh, Willem. Hé, hey, jij. Kijk hier. Kom hier. Kom hier. Ah. Nou, wij hadden voor het eerst in heel lang dat Lia heel hard ging huilen als we in de camera liepen. En dat we echt bij haar moesten blijven en dat we niet weg mochten gaan. En wat ik heel logisch vind, vooral nu na zo'n basisschooldag, daarna dansles, dat is veel voorder. Maar goed, ik ben even bij haar in bed gaan liggen. Maar ik dacht, ja, dit kan hier ook niet heel de avond blijven liggen. Ik zei op een gegeven moment van, weet je, als je vrijdag bij mama wil slapen, dan moet je nu even grote meid zijn. En dan gewoon even rustig liggen en dan komt mama op 5 minuutjes weer bij je kijken. Ja, dat wou ze eigenlijk ook niet. Toen opeens dacht ik aan babytijd of zo. En toen zei ik, zou ik anders mama's shirt bij jou laten? Toen zei ze, ja. Ze heeft mijn shirt uitgetrokken. Die heeft ze lekker vastgepakt en nou ligt ze een beetje te kletsen in bed. Dus dan ga ik zo nog eventjes kijken. En ga ik voor deze vlog afsluiten. Ik wil jullie weer van harte bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat is gewoon voor mij heel belangrijk dat ik meer abonnees krijg. Zodat ik meer mensen kan bereiken. En zodat ik wat meer kan op mijn kanaal. Dus ik zou het heel leuk vinden als je even klikt. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video weer. Doei doei!